Ja, we hebben inderdaad afgelopen weekend hebben we een toernooi gehad in Curaçao. En daar hebben we tegen verschillende teams gespeeld. Waaronder Aruba, nou ja, wij dan als Bonaire en Curaçao. En daarnaast is er ook nog een team uit Nederland gekomen. Het zijn allemaal oud-spelers die in Curaçao gespeeld hebben. En die hebben zich bij elkaar verzameld tot één team. En die zijn vanuit Nederland naar Curaçao gekomen. Dus we hadden vier tegenstanders. We hebben een leuke competitie gespeeld, veel wedstrijden gespeeld. Uiteindelijk zijn we als derde geëindigd. Waarbij we eigenlijk de finale hadden kunnen halen door... En uiteindelijk denk ik wel tweede, zat er wel in de tweede plek. Maar helaas was het door de nou ja, aantal fouten van de scheidsrechters en de jurytafel... zijn wij niet tot die finale plek geëindigd. En, dus ja, dat is helaas, maar dat hoorde er helemaal bij. Ze mogen geen timeout roepen eigenlijk, omdat Curaçao had de bal niet. In vergelijking met in april hebben we een toernooi in Barbados gehad. En als je ziet wat ze geleerd hebben eigenlijk op dat toernooi, dat merk je wel dat het in het toernooi van afgelopen weekend op Curaçao, dat daar verbetering in zit. En dat is wel heel erg positief om te zien. Daar zit zeker wel een verschil in. In het zeewater is het toch wel, heb je meer drijfvermogen. Dus als je dan wilt schieten, dan kan je veel hoger het water uitkomen. En in Curaçao zijn de wedstrijden gespeeld in een zwembad. En ja, dan merk je gewoon dat je veel meer je benen moet gaan gebruiken om uiteindelijk om te kunnen schieten en te kunnen pasen. Dat kost meer energie en meer kracht van de jongens. En ja, daar zit zeker een verschil in, ja. Ja, ik moet zeggen dat het niveau van ons best wel goed is in vergelijking met de andere eilanden hier. En als je ook kijkt naar de teams wat in Nederland speelt, denk ik dat het zeker wel gelijkwaardig is. En er zit in ieder geval heel veel potentie in de spelers die we nu hebben. En ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed gaat komen, ja. Ja, ik ben hier eigenlijk nu een half jaar op het eiland. En nou ja, sinds een half jaar geef ik ook training aan de jongens waarmee we mee naar Curaçao zijn gegaan. En er zijn in ieder geval nog wel genoeg verbeterpunten die ik zie. En ook weer na aanleiding van dit toernooi zie ik ook wel weer dingen waar we op kunnen trainen. Inderdaad, hè, een stukje bijvoorbeeld ook fysiek, hè, dus dat de benen sterker zijn. En zo zijn denk ik nog wel een aantal punten waarbij we genoeg aan kunnen werken om weer tot verbetering te kunnen komen. Het zijn altijd leden welkom. We zijn met een hele grote groep. We hebben ook weer aankomende maand spelen we en organiseren we een toernooi. Met alle teams binnen, of met alle leden binnen de vereniging. En nou ja, zo hebben we al in totaal 8 teams kunnen samenstellen. Waarbij de 4 onder de 14 zijn. En 4 teams zijn boven de 14 jaar. En alles is door elkaar gemixt, zodat het een beetje op hetzelfde niveau is. En dus zo proberen we inderdaad een leuke competitie te organiseren. En als er altijd mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de sport waterpolo, mogen ze altijd een keertje meetrainen om te kijken of het wat voor hen is.